Wil je de geloofwaardigheid van je teksten vergroten? Begin dan met onder ogen te zien dat je waarschijnlijk wel eens teksten zodanig formuleert dat ze je geloofwaardigheid ondermijnen. Meestal hebben we het niet door. We lezen onze tekst na en knikken instemmend met wat we hebben geschreven. We staan er helemaal achter. Helaas denkt je lezer daar vaak onbewust heel anders over. Want de meeste van ons maken wel eens één of meerdere van drie fouten waardoor je de geloofwaardigheid van je tekst, meestal onbedoeld, ondermijnt. Ben je benieuwd wat die drie fouten zijn? Blijf dan zeker kijken tot het einde. Dan weet je voortaan hoe je deze geloofwaardigheidskillers kunt voorkomen. Welkom bij De Drie, met elke aflevering drie tips en tricks om je webteksten te verbeteren. Ik ben Erik van CopyRobin en het is mijn missie om van jou een nog betere schrijver te maken. Ben je het met me eens dat voor een schrijver, zeker een zakelijke schrijver, zijn of haar geloofwaardigheid van levensbelang is? Wil je dat je teksten geloofwaardig zijn voor je lezers? Vermijd dan de volgende drie fouten. De eerste fout maken veel schrijvers vaak onbedoeld. Ze zijn zichzelf van geen kwaad bewust, vooral wanneer ze schrijven over een onderwerp waarvoor ze veel passie hebben. Fout 1 is namelijk je mening neerzetten als een feit. Denk goed na wanneer je iets neerzet als een feit of het niet toevallig vooral je mening is. Want als je jouw mening als een feit verkondigt, loop je een groot risico dat veel van je lezers je tekst, of nog erger, jou als persoon, niet meer serieus nemen. Kijk dus kritisch door de ogen van je lezer naar de feiten die je noemt en vraag je hardop af. Is dit echt een feit of is dit slechts mijn mening? De tweede fout die veel schrijvers maken komt meestal door gemakzucht of door gebrek aan tijd. En die fout is namelijk het noemen van statistieken of onderzoeken zonder de bron te vermelden. Lezers vinden het irritant wanneer je jouw beweringen stoelt op onderzoek, maar je hem of haar niet in staat stelt dit zelf te verifiëren. Link daarom altijd naar je bronnen wanneer je gebruik maakt van onderzoeken of statistieken. En de derde fout die je geloofwaardigheid als schrijver ondermijnt, is gelijk de meest opzettelijk gemaakte fout. Schrijvers die deze fout maken, proberen hun lezers meestal bewust te manipuleren, maar vallen er doorgaans mee door de mand. De derde fout is namelijk om vage voorspellingen te presenteren als algemeen geaccepteerd, als consensus. Denk aan een zin als: zoals bekend zal het gebruik van online video binnen 2 jaar vervijfvoudigen. Wat zijn ook alweer de drie grootste fouten waardoor je geloofwaardigheid ondermijnt? Ten eerste, je mening verkondigen als feit. En fout 2, geen bronvermeldingen bij statistieken of onderzoeken die je noemt. En fout 3, vage voorspellingen presenteren als algemeen geaccepteerd. Dat waren de drie van deze keer. Nu jij, maak je teksten geloofwaardiger door deze drie fouten te vermijden en just hit publish. Wil je graag meer webcopy tips en tricks? Abonneer je dan op De Drie en mis nooit meer een aflevering. Of ga naar copyrobin.nl en schrijf je in op onze mailinglist. Zo blijf je altijd op de hoogte van onze nieuwste schrijftips.